Goeiedag mensen, ik ben op stage, lekker aan het relaxen en we zijn druk bezig zoals jullie zien. Ik lig nu op de grond, chillen. Dus ja, het is kei gezellig. En deze mensen lopen ook allemaal hier stage en we doen allemaal niks. Heel de dag allemaal niks doen. Hoi! Ik ben eigenlijk hier een beetje degene die echt alles doet, zeg maar. Dus weet je dat. Maar het is Lars. Hij is best wel een irritante jongen. Ik ben een heel irritante jongen. Ik heb een vraag aan jullie. Ga naar zijn Facebook toe en post iets negatiefs op zijn Facebookmuur. Of stuur hem een negatief berichtje. Ik zet de link van zijn Facebook hieronder in de beschrijving. We sturen even een mailtje naar hem of iets. Maar stuur iets naar hem. Lars Luit heet die jongen. En ja, dit zijn allemaal goede mensen die hier zitten hoor. Dat zei ook. Dat zei. Zwaai maar even. Wie ben jij? Ja. Truus. Dat is Truus. En ik ga dadelijk naar huis. Oké. En wie is dat? Ja, dat is Linda. Dat is Linda. Ik hou niet van pinda's. Oké, nou dat maakt niet zoveel uit. En hij is helemaal een goede manneke, hè? Hij is een goede manneke. Hij is ja. Kun je nou eens op met die spullen gooien. Jongens, doe hè, stuur eens naar hem. Rare jongen. We hebben vandaag allemaal gedaan. Niet kijken naar mijn kont, ik zeg je wel. Ja, we hebben vandaag allemaal gedaan. Waar? Goed. Maar we hebben vandaag allemaal gedaan, heel veel. Ik heb films bewerkt hier op de computer. En naar chillen, nee. Natuurlijk is hij online. En dat was heel gezellig. Dus, en vanavond ga ik om een perk sperp eten in Rotterdam. Maar dat laat ik jullie direct wel zien. We gaan kennis maken met een hipster. Nou, dus is de hipster. Hij is vandaag hipster geworden. En hoe voelt het nou om een hipster te worden vandaag? Goed, ja. Hè? Even kijken naar die print. Dit is echt hipster. Voelt helemaal gek, jongen. Voelt gek. Nou, jongens, kijk. Nou, vertel het ze. Ja, helemaal gek. Vertel het ze. Helemaal gek. Helemaal gek. Maar hij is vandaag hipster geworden, dus applausje. Yo mensen, ik ben nu in Rotterdam en het gaat echt super chill worden. Zometeen kom ik een maat van me tegen en dan gaan we eventjes ergens sperps eten hier in Rotterdam. Dit is echt een nieuw station, het ziet echt super vet uit. Dus dat is kei chill. Maar ik heb echt trekken, ik heb echt super veel honger en ja, ik heb echt iets van heel de dag al aan sperps denken en zo, weet je wel. Maar goed, we zijn dus nu op station en ik heb echt heel veel zin in. Waarschijnlijk loopt hier ergens rond. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon even lekker gaan eten en dan check ik jullie zo met een nieuwe stukje dingetje. Dus het gaat goed komen. Thanks. Dus zij filmen, dat komt op YouTube. Wat willen jullie zeggen tegen YouTube? Wat dan? Hey, check mijn kanaal. Dit is Joel Maton. Check mijn kanaal. Goeie, Aton. Nee, we hebben net lekker sperps gegeten zoals jullie zagen. Dat was hartstikke gezellig. En, hebben ze het al gezien? Ja, hey, nu al. Junior, je hebt gezocht. Sorry. Ja, zeg mijn naam de. Ja, wat? Junior is toch afkorting? Ja, nou dan. Hij is eindelijk Jean-Philippe. Ja, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Zoek me maar op Facebook. En hij heet Jan Bodderman. Jan Bodderman. Ja. Weet ik? Hey, Patricia. Misschien zeggen jullie maar Joel, maar hij heet eigenlijk Joel. 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 Weet je wel van. Joel. Ja. Goed. Maar wat zeggen? Ik zeg houdoe. Ik weet niet wat jullie zeggen hier in Rotterdam. We zeggen niks. We lopen gewoon weg. Wat ga je doen? Mensen, daar ben ik weer. Ik moet een beetje zacht praten, want het is echt super laat. En waarom? Ja, ik ben echt letterlijk niet net thuis. Ik ben al een tijdje thuis, maar een maat van mij die was onverwacht langsgekomen. Jason, mocht je best weten wie. En ik ben even hangen, dus we hebben even lekker gepraat en lekker gechilled. Dus bij deze is de vlog een beetje laat online gekomen, maar ja, de meeste van jullie zullen er waarschijnlijk in de ochtend kijken en echt iets hebben van, yo, vet, nieuwe video. Dus dan weet je dat. Maar het was echt een hele vette dag, jullie hebben het gezien. Ik ben lekker uit eten geweest met de goede vrienden van mij. En het was gewoon één geweldige dag. En ja, echt heel fijn, echt gezegend. Dus, maar vandaag het ook, ja, eigenlijk vandaag, morgen, hoe ik het ook wil noemen, gaat het ook een hele leuke dag worden. Ik ga namelijk vandaag met mijn werk, ga ik een dagje weg. Ik ga proberen wat beelden te filmen, maar ik wil zelf ook gewoon eventjes kunnen genieten van de dag. Dus misschien dat jullie echt heel weinig beelden gaan zien. Of alleen maar foto's op Facebook of op Instagram. Ligt eraan een beetje hoe de dag loopt. Maar dat wil ik jullie eventjes meegeven. Voor de rest ga ik lekker slapen nu. Ik ga eventjes, of trouwens slapen, ik ga nou deze video bewerken. Het is eigenlijk heel gek, want jullie kijken nu en ik ben hem aan het bewerken. Of ik was hem dan aan het bewerken, ik weet niet. In ieder geval, dat ga ik doen. En even mijn kamer opruimen. Dit is voor mij echt een rotzooi. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dit vind ik echt al iets van waaah. Dit is voor mij echt een zware rotzooi, dus dan ga ik nog eens even editen, of hoe dat. Dat tasje die daar ligt. Zie je dat tasje die daar ligt? Ik zal even wat over zeggen. Wat erin zit, dat wil je niet weten.
wilde jij wel weten, hè? Nou, ga ik het zeggen ook. Weet je wat erin zit? Er zitten zeg maar echt, ik denk een stuk of 6 boterhammen in. Die ik niet heb opgegeten, omdat ik gewoon geen trek had. 2 appels, waar ik ook toevallig geen trek in had. Omdat, ik weet niet waarom. En een croissantje of zo. Maar het ligt echt onwijs veel eten in. En dat is nou echt aan het wegrotten daar. En dat stinkt hier echt erg. Dus die moet ik ook nog eventjes weggooien. Ja, sorry, ik kon het gewoon niet opeten omdat ik er gewoon geen trek in had. Maar sorry daarvoor. Maar goed, het was gezellig vandaag. Daar ging het om. En dat was het zeker. Dus het was een zwaar gezegende, goede dag. Maar guys, ik ga lekker slapen. En ik check jullie morgen terug met een nieuwe dagelijkse video. Ik bedank jullie echt onwijs erg voor het kijken naar deze vlog. Is echt waar. Iedereen die er kijkt, ontzettend bedankt. Jullie support is echt awesome. Maar guys, ik ga lekker slapen. Volg me op Instagram, op Twitter. Op Twitter doe ik eigenlijk helemaal niks meer. Maar voeg me toe op Instagram. Op Instagram post ik echt heel veel. Dus als je me volgt op Instagram, gaat iedereen denken van, oh, misschien post je een video of een fotootje 1 keer in de week. Nee, veel. Dus dan weet je dat. Maar ik zie jullie morgen weer terug met een nieuwe video. Mijn naam is Joel. Ik hou van jullie en ik zeg ciao!